Het ministerie van Defensie wil het misbruiken van het militair uniform van het Nationaal Leger middels wetgeving voorkomen. Dit haalde minister Krishna Kumari Mathura van Defensie vandaag aan in de Nationale Assemblée. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houden de vaststelling regels ter bescherming en gebruik van het militair uniform. Het belang van deze wet ziet er naar zeggen van de minister in dat het uniform tot nu toe niet beschermd is. Het ministerie wil anderen verbieden om hetzelfde uniform als van de militairen aan te trekken. Dus in deze wet willen we drie aspecten sanctioneren. Eén is het onrechtmatig dragen. Tweede is gelegenheid geven om te dragen. En derde is zonder toestemming van het bevoegd gezag de import, opslag, aanmaak, distributie, schenking en verkoop van het uniform. Voorts is in de wet opgenomen de sancties die gelden op deze drie verboden. Bij de bepaling is rekening gehouden met de inbreuk op de rechtsorde en zijn sancties voorgesteld van geldboetes of hechtenis, variërend van een maand tot twee. Mathura zegt ook geen voorstander te zijn van namen op het militair uniform. Militairen worden met allerlei operaties belast en moeten daarbij worden beschermd. De herkenbaarheid moeten we ook afschermen. We zijn in een hele kleine samenleving en sommige militaire operaties is het beter om de militairen te beschermen. Dus we willen dan niet alle uniformen voorzien van inderdaad een naam. En het is ook niet zo bij ons dat allerlei activiteiten plaatsvinden. Voor elke operatie die plaatsvindt is er een operatiebevel. Dus er zijn voldoende waarborgen binnen het Nationaal Leger om te beschermen en optreden rechtmatig en legaal te laten uitvoeren. Mathura wees erop dat er sprake is van uniformmisbruik wanneer het uniform onrechtmatig wordt gedragen. Dus zonder toestemming van de minister van Defensie. Dit uniform is alleen voor militairen. De wet militair uniform is vandaag met 32 algemene stemmen aangenomen. Deze wet gaat in per 1 januari 2023. Vanaf dan wordt het militair uniform bij wet beschermd. En personen die dit uniform misbruiken riskeren een geldboete of een celstraf van maximaal 2 maanden.